Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag 30 juni en ik ben gisteren teruggekomen van vakantie. Dus ik dacht ik ga lekker gewoon weer doorvloggen. Als je heel veel zin hebt in deze video zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we lekker beginnen met de video. Ik zit nu op mijn balkon en Eefke komt mij zo ophalen. Want die heb ik ook een week niet gezien en ze heeft een nieuwe auto. En die wil ik echt heel graag zien. Ik heb net even met Amber gesport en vanavond hebben we de verjaardag van Lieke. Maar ja, ik dacht ik begin gewoon lekker een vlog, want ik heb deze week ook mijn diploma uitreiking. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En ik hoef toch niet meer zoveel te werken, dus dat scheelt heel erg. En ik ga nu eventjes wachten tot Eefke mij ophaalt en dan gaan we lekker eventjes rijden. Kan toch niet? Nou, daar is de nieuwe auto hoor. Heb je niet eens een achterdeur? Nee, helaas. Oké, ik zit in de auto bij Eif. Want Eif heeft een nieuwe auto. Maar het gaat toch gewoon heel goed, Eif. Ik snap echt niet waarom je dat zegt. Hier naar rechts moet. En ja, we gaan nu even ergens lunchen. Lunchen met de schatten. Ik heb geen internet, jongens. Dus ijsje met de schatten. Mooi beeld, jongens. Oké, hij was net aan het rijden en er kwam zo'n man aan en ze wilde dat hij eerst ging. En toen deed ze haar hand uit het dak, deed ze zo, ga maar! Nu klinkt het veel minder leuk. Ja, niet zo leuk. Jongens, Lieke is jarig! Woe! En wat ben jij aan het maken, schat? Lieke is jarig, we hebben nu cadeau. Eva gaat het geven. Dankjewel. Oh, fijn, heel fijn. Ik kon echt niet praten. Laat even zien. Wow, hand erachter, hij staat niet scherp. Nee, grapje. Grapje, schat. Lief, hart, hart. Origineel. Dankjewel. Alsjeblieft, schat. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 4 juli. En ik weet eigenlijk niet of ik gisteren iets heb gefilmd, toen moest ik namelijk werken. Maar ik ben nu thuis. Ik moet straks ook werken. Ik heb morgen mijn diploma-uitreiking. Maar ik moest nog even een video opnemen. Want ik heb een pakketje binnen van Zavoe. Dus die video ga ik nu gelijk maar opnemen. Ik weet nog niet of alles binnen is. Maar ik zit een beetje te kijken naar goed licht thuis. En ik kan echt helemaal niks vinden. Ik denk dit. Ik denk dat dit het beste is. En dit is ook niet heel chill. Maar ja, dat dus. Dus ik ga nu even die video opnemen. En ja, ik weet nog niet wanneer die online komt. Ik heb net een shoplog opgenomen. En ik ben zo blij met de items. Echt, ik kan echt niet. Ik kan echt niet hoe blij ik ermee ben. Maar ik had even mijn spiegel in de woonkamer gezet. Zodat ik beter het werk met mijn beelden kon doen. Dit is een sneak peek van wat er aankomt. Misschien staat de video al lang online hoor. Maar ik ben er zo blij mee. Echt. Yay. Dus ik ga nu even mijn spullen opruimen, even wat eten en dan straks om 5 uur werken. Dus ja, op die manier. Oké, goedemiddag. Het is vandaag donderdag 5 juli. En ik heb mijn diploma-uitreiking vandaag om 2:30. En ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Ik weet echt niet waarom. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Want ik heb nog nooit een diploma-uitreiking gehad. Kan echt niet. Maar ja, mijn moeder komt me zo ophalen met mijn broertje. En ik ben me al helemaal omgekleed. Ik twijfelde echt heel erg over wat ik aandeed. En ik heb dus nu een wit jumpsuit aan die ik echt heel erg leuk vind. Alleen, ja, de inkijk is gewoon wel best wel heftig. En ik heb dus geen veiligheidsbelt, dus dat is een beetje rot. En ik ga ook mijn zilveren hak aandoen. Dus ja, ik zal nu even het jurkje laten zien. Oké, dit is het jumpsuit dat ik aandoe. Superleuk is die. Helemaal wit met van dat kant. Ik ga denk ik alleen mijn horloge eronder uit halen. Vind ik niet heel erg mooi. En dan ga ik nu mijn hak er nog even onder doen. Als iedereen een jurkje heeft, dan wil ik jullie vragen te gaan staan. En dan wil ik heel graag daar voor het applaus van onze bestaan van 2018. Ik wil bij jou beginnen. Jij kwam bij ons op school en moest maar één vak doen. En soms als er leerlingen zijn die maar één vak moeten doen, dan ben ik een beetje bang dat ze zich gaan vervelen.
Maar toen kwam ik er eigenlijk al heel snel achter, door andere leerlingen bij ons op school, dat je een hobby hebt. En die hobby is vloggen. Eigenlijk wilde ik dit vloggen, maar ik wist niet hoe het moest. Ik heb een paar achterwege gelaten. En ik dacht, ja, vloggen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Maar goed, ik kwam daar later achter. En ik belde jou op 13 juni met fantastische nieuws dat het was gelukt. Dat je was geslaagd. En toen was jouw reactie, oké. Ja, ik dacht, als ik jouw leeftijd had gehad, had ik een gat in de lucht gesprongen. En de dag erna, toen zaten wij op werk en af en toe doen wij het ook even rustig aan. En tussen de drukte door, neem een kopje koffie en dacht ik, oh, we gaan eens kijken of jou net in dat moment heeft gevlogd. En dat was zo. En toen kwam ik erachter dat de reactie, oké, puur van de spanning was. Want op het filmpje, wat ik natuurlijk niet hoorde, sprong jij wel degelijk een gat in de lucht. Ik ben super trots op je, het is gelukt. Nooit meer tekst verklaren. Gefeliciteerd. Tobias. Hier schat, kan je het lekker vloggen. Oké, ik ben terug van mijn diploma-uitreiking. Volgens mij heeft Imme nog wel wat gefilmd. Maar wij gaan nu lekker uit eten. Ik pak even sokken. En dan gaan we lekker uit eten in het dorp, waar ik echt heel veel zin in heb. En ik ben heel erg blij. Ik heb van mijn vriendinnetjes ook nog een leuk enkelbandje gekregen. Ik zal hem even filmen. Deze. Echt superleuk. En van mijn moeder heb ik een paar beeldjes gekregen voor aan mijn armband. Dus dat vind ik ook heel leuk. En we gaan nu dus lekker uit eten. Plastic zak bij zit. Ja. En als het afgelopen was de wedstrijd, gingen ze alles opgaan. Ja. Echt? Ja. Oh, dat is wel echt goed. Jo, waar is je ijsje? Senegal. We hebben net een ijsje gehaald en lekker gegeten. Ik heb helemaal niks gefilmd. Kijk, er zitten allemaal krassen hierop. Kop dicht. Dat was dus mijn lieve broertje. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ja, ik ben deze hele dag vrij, dus ik ga zo meteen met mijn broertje naar de stad. Hij moest nu zijn boeken op school inleveren, dus hij komt er nu aan. Hij is gelukkig ook over. Maar ja, ik weet niet hoe warm of hoe koud het is. De laatste tijd is het wel heel warm, maar er staat wel een koude wind. Dus ik heb wel lange mouwen aan, maar ik weet nog niet of ik een jas mee ga nemen. Maar ik ga in ieder geval nu mijn broertje ophalen. Oké, Jules en ik zijn in de stad. Ja, maar. Hoe lang heeft het geduurd omdat ik ging parkeren? Ja, wel een uurtje. Denk ook wel een uurtje. Was we konden echt geen parkeerplek vinden. En elk parkeergarage was gewoon echt vol. Ze moesten weer uitrijden, moesten we alsnog betalen. Ja, ik was niet rijden. Hallo, ik kan hartstikke goed rijden. Maar we gaan vrijdag op vakantie. Dus we gaan nu nog even kijken of we wat dingetjes kunnen kopen. Want we hebben nog wat dingen nodig. Kom. Twee verdiepingen. Ga ik niet lopen. Nee, kom. Oké, ik ben in de stad met Am en met Eve. En wij gaan even lunchen. En dit is een nieuw restaurant in Den Haag. Ja. Hoe heet het? Mux & Mermaid. Echt heel leuk, maar we gaan dus nu even wat bestellen. We weten alleen echt niet wat alles is. En ik ben dus mijn camera vergeten. Echt helemaal niks voor mij, maar oké. Dus en ik wilde het wel heel graag laten zien, dus ik ga even filmen met mijn mobiel. Deze vlog wordt ook echt een random iets, hè? Want het is, laat maar zeggen, toen nog van toen ik met jou naar Den Haag ging. Ja, maar ook nog van mijn diploma uitreiking. En dan ook nog toen een soort van echt daarvoor nog. Voordat we naar Albu gingen. Ja, maar ja, boeit ook niet. Dat is wel grappig. Geleden. En we zitten aan, wacht, ik zal het even filmen. We zitten aan dit blauwe tafeltje. Het is hier zo. En Eva is net terug van vakantie. En ik ga morgen vannacht. Werken. Kijk, dit is het restaurant. Zo. Vloggertijd. Oké, wij hebben ons eten. Eet smakelijk, schatten. Eet ze. Hoe kom ik erachter? Wie smaakt om me in? Wie is nu eigenlijk mijn beste vriendin? Ik moet het echt weten. Ik heb het zo niet. Het is al een hele tijd verder. En ik had de vlog eigenlijk nooit afgesloten. Want daartussen kwamen heel veel dingen. Ik ging namelijk opeens naar Hockey Lovers. Vlog even in het i'tje. En ik ging nog heel veel andere dingen doen. Ik ben nu ook op vakantie. En ik had deze vlog wel even geëdit. Volgens mij is hij rond de 8 minuten. Dus echt niet lang. Maar ja, er gaat geen ander moment komen dat ik hem kan affilmen. Want anders zit er ook weer te veel tijd tussen. Dus ik dacht, ik sluit het bij deze even af. Dan is er toch een video. Aangezien ik nu namelijk op vakantie ben. En anders er geen video online zou komen. Dus ik hoop dat jullie de vlog alsnog een beetje leuk vinden.
En als je dat vindt, zou ik het ook heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En je kan ook helemaal gratis hier beneden abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!